Exchange Inc. presenteert in samenwerking met Hitachi Capital Mobility een vierluik over duurzame mobiliteit. Deel 2. De waterstofauto. In tegenstelling tot een benzineauto, als die leeg is, kijk naar links, kijk naar rechts, welk tankstation wil ik tanken. Met de waterstofauto ben je continu bezig met je actieradius. Je weet eigenlijk alweer wat je volgende tankbeurt is en waar die zal zijn. Er zijn op dit moment 4 tankstations in Nederland. Er hadden er 20 moeten zijn in 2020. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, het jaar is nog niet voorbij. Maar die 20 gaan we dit jaar niet meer halen. En toch is het een kip-ei verhaal. Als je niet kan laden, als je geen waterstof kan opnemen, ja, dan kan je ook niet met waterstof rijden. Je merkt wel dat de achterblijvende infrastructuur op dit moment nog een probleem is. De mensen willen gewoon tanken. En wij hebben er gewoon heel bewust voor gekozen om dat kip-ei verhaal te doorbreken. Door hem gewoon neer te zetten voordat we klanten hadden. Als je zegt de toekomst ziet er zo uit, dan zijn er natuurlijk heel veel elementen naar die toekomst toe die nog niet goed georganiseerd of geregeld zijn. Maar dat kan natuurlijk heel snel gaan. Hè? Dus ik denk dat dat harder gaat dan we zelf zouden kunnen bedenken. Auto's zijn om en nabij de 80.000 euro. Dus dat zijn natuurlijk echt zakelijke rijders, leasemaatschappijen die dat aanbieden. Maar wel voor een doelgroep die daar heel bewust mee bezig is. En ook de nadelen van een achterblijvende infrastructuur voor lief nemen. Ik heb zojuist een stukje gereden. En wat er uit deze auto komt is dan condens. Kanttekening is wel dat het op een duurzame manier geproduceerd moet worden. Op dit moment wordt waterstof nog met CO2-uitstoot geproduceerd. De uitdaging voor waterstof is dat de hoeveelheid energie die het kost om waterstof nu te maken, eigenlijk nu te veel is. Het kost 3 keer zoveel windmolens voor dezelfde kilometer als je dat anders via een batterij zou doen. Ik voel dat ik onderdeel ben van een toekomsteconomie. In plaats van dat ik in een ronkende, stinkende, rokende auto zit. Waar ik de hele tijd denk, ja, dit is volgens mij ook niet meer echt van de toekomst.